Dag lieve mensen, ik ben er weer. Ik had het over de vrouw in de gemeente. Had ik het over bij het eerste filmpje. Zo had ik bijvoorbeeld gelezen: plaats van de vrouw in de gemeente. Dat staat bij 1 Korinthe 10, 11, 2. Had ik het over de vrouwen, die moeten zich hoofd bedekken. Hè? En de man mogen zijn hoofd niet bedekken, want de man is de heerlijkheid van God. En de vrouw is de heerlijkheid van de man. Niet, de vrouw is. En de vrouw is uit Adam, vrouw is uit de man. Niet de man, niet de man uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Zo is het. De man is de heerlijkheid van God. Niet de vrouw, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Die moet zich gewoon bedekken, de vrouw. En de man natuurlijk, de man niet, want hij is de heerlijkheid van God. Zo, ik heb het ook gelezen bij ook 1 Korinthe 14. 1 Korinthe 14, dan 34. 1 Korinthe 14, dan 34. Laat uw vrouw in de gemeente zwijgen. Dus vrouw moet in de gemeente zwijgen. En dit zijn geboden van God, hè? Dit zijn geboden van God. Wat ik voorlees allemaal. En nu echter ga ik voorlezen. En nu echter ga ik voorlezen. De vrouwen in de gemeente. 1 Timotheus 2:9. Evenzo wil ik dat de vrouw zich tooi met eerbare kleren, ingetooid en bezoen, niet met het vlechten van het haar, of met goud of plaats van parels, kleren, maar met goede werken. Dus vrouwen moeten zich niet tooien met vlechtjes in de haren, of met gouden ringen, of met parels. Nee, met goede werken. En dan ga ik nou verder lezen. Luister goed. Met goede werken, wat bij een vrouw past. Nou, wat bij een vrouw past, dat heb ik hier al gelezen. He, heb ik daar al gelezen, dus kijk ook het filmpje daarvoor. Wat bij een vrouw past. Maar met goede werken, wat bij een vrouw past. Die belijden God vrezen te zijn. Een vrouw moet zich laten onderwijzen. In stilheid. Zoals ik al zei, in stilheid. In ondrechtigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man overheerst. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is toen zij misleid werd tot overtreding gekomen. Maar zij zal in de weg van baren. Van haar kinderen zalig worden als zij blijft in geloof, liefde en heilig gepaard met bijzonderheid. Dus de vrouw zal gewoon weer zalig worden, maar als zij in de weg van haar, van het baar van kinderen zalig wordt, als zij blijft in geloof, in liefde en. Als zij blijft in geloof en in liefde en in heilig oog gepaard met bijzonderheid. Nou, en niet Adam is misleid, maar de vrouw werd misleid. Om van die vrucht te eten van de boom des kennis. En de man is wel onder de vrouw misleid. Dus de vrouw misleidde wel de man. Niet Adam is misleid, maar Eva is misleid. En Eva misleidde Adam weer. Zo kan ik ook Genesis 3 lezen, een stukje. Heb ik eerder behandeld, Genesis 3. Ook in gelijkenis heb ik dat helemaal voorgelezen. Zo goed als ik het kon. Heb ik dat ook in gelijkenis gelezen. Genesis 3. Nou, ik ga niet heel Genesis 3 lezen. Dat kun je zelf ook doen. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, ogen zullen worden geopend. En dat u als God zult zijn goed en kwaad kennen. Dus de slang misleidde de vrouw om wel van die vrucht te eten waarvan zij niet mocht eten. Ze mochten van alle bomen het hof eten behalve van de boom die in het midden stond. De boom des kennis. En wie is de boom des kennis? Dat is de duivel. Die was precies in het midden geplaatst om de mens te verleiden. En te verleiden de vrouw. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten.
Ja, nee, en dat hij een lust was of van oog. Ja, een boom die heeg rustvaardig was om er verstandig door te worden. Dus zij werd misleid door de vrouw werd misleid door de slam. En terwijl zij en om verstandig door te worden. En zijn man is vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. Dus de man werd misleid door de vrouw weer. Om van die vrucht te eten die bij haar was. Ja, en als je doorleest naar Genesis, gewoon Genesis 3 nog. Als je doorleest naar 19, ja, in het zweet van uw gezicht zult u het brood eten. Nou, wie is het brood? Dat is de Heer Jezus. Dus met veel moeite zul je van dat brood eten. Zul je van het geloof eten. Dus dan komen al die wetjes en al die regels vanaf dat moment. Waar je aan moet houden. Dan zul je zalig worden als je aan die wetten houdt. Want geen titel is voorbij gegaan. Hè, bij de komst van de Heer Jezus. Kan ik ook lezen. Als ik het zo snel kan vinden. Op ik dan, als ik opschiet. Want het filmpje mag niet langer dan 10 minuten duren. Maar eerst heb ik dit zo gevonden. Kijk hoor. Want hou je aan de wet hoor mensen. De wet. Jezus en de wet. Denk, daar staat bij Matthäus 5. Dat gaat over de wet. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet van de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen. Maar om te vervullen. Om te vervullen, zodat het allemaal gaat gebeuren zoals geschreven staat. Dus zoals geschreven staat, zo zal het gebeuren. Om die te vervullen. Dus moet je aan de wet houden. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat alles geschied is. Dus je moet je gewoon aan de wet houden die hierin geschreven staan. Ja, je moet je gewoon aan de wet houden die hierin geschreven staat. Nou mensen, dat was het. Dit was het tweede filmpje dat erbij hoort. Nou, dat was hem. Ik denk dat we weer een hoop geleerd hebben vandaag. Ik eigenlijk ook. Dus, dat was hem voor vandaag. Tot ziens mensen, lieve mensen. Doei!